fucking oma eten. Echt waar. Boeit me niet of dat cannibalisme is of niet. Ga je fucking oma eten. Godverdomme. Fucking domme. Ik wist de knopjes even niet meer. Mag het? Oké, ik denk dat jullie wel een verklaring willen van het gebrek aan uploads van Knife Commander. Maar ik heb er al redenen voor. En dat is dat ik geen tijd heb, te lui ben en het af en toe wel slecht ging. Ik ben level 6 ondertussen bij Pulse Machete. En jullie hebben wel ondervonden dat aan het einde van de vorige episode ik nog maar level 4 was. Ja, ik heb dus games gespeeld offscreen die niet op YouTube geüpload zullen worden. Maar de meeste games sukten. Ik heb dus een paar games gespeeld, een paar kills kunnen maken. Maar ik heb een paar keer gerage quit. En één keer dat ik wel een goede episode van Knife Commander heb opgenomen is... heeft mijn stem niet opgenomen. Dus dat is ook wel kut, maar... Godverdomme, ik begin aan de episode en meteen word ik gekild. Dus mensen, voor degenen die nieuw zijn, welkom bij Knife Commander, de serie. Ik ben goed in series. Oké, ik ga deze serie waarschijnlijk niet afmaken, maar laten we toch een beetje plezier hebben voor deze paar delen. Misschien wel een volledige serie. Godverdomme, ik ga hier weg. En ik ga toch dood. Maar, wauw, waar was ik? Welkom bij de nieuwe mensen op Knife Commander. Een serie waar ik Knife Only op Call of Duty Ghost tot het hoogste level probeer te gaan. Dat er is een bullseye, motherfucker. Die zag je niet aankomen tegen jullie elke kutkop vol puisten. Maar, ik mag dus alleen mijn mesjes gebruiken. En natuurlijk wel killstreaks. Dus als ik een hond haal, 5 killstreaks, dan mag ik mijn hond inzetten. Want, hondjes zijn cool. En chihuahuas en shit. Maar goed, we speelden dus... Team Deathmatch, kill confirmed wou ik zeggen. Team Deathmatch op Strike Zone en ik probeer nu zo goed mogelijk game te halen. Oeh, nee, daar is toch niemand, dus we gaan hier kijken. Ja, ik weet niet, zouden we dat wijf hier voor mij vertrouwen? Ik weet niet. Wijf en Call of Duty, shit, godverdomme, daar is veel volk, dus gaan we langs hier proberen te gaan. Is er daar iemand? Is er daar iemand? Oh, what the fuck zat die daar? What the fuck, die was mooi. Geef toe, recht hier is een kutkop. Oh, die gaan we even... Hier moet opwachten, achter mij is... Oh, godverdomme, we hebben een kill. 3-3, like a motherfucking pole. Ik weet het wel. En we gaan hier even setcom neerzetten, want we hebben een setcom. What the fuck, hoe kom je aan een setcom? We staan 3-3. Dat kan nooit een 3... Heb ik een 3 death streak? Oh, godverdomme, ik weet het niet eens meer. Hier, bullseye, motherfucker. Ik heb zo'n gevoel dat ik heel veel bullseyes ga maken in deze... serie, flash mo... Oh, god, maar laat mij toch alsjeblieft... Alsjeblieft een kill maken. Dat zou echt handig zijn. Maar godverdomme, waarom zijn... Ah, maakt niet uit. Mensen, ik heb een heleboel te verklaren, maar ik wist ongeveer waarover ik ging praten voordat ik deze commentary begon. Maar ben ik ondertussen veel van die dingen vergeten, want ik ga weer al dood. Wauw, dit is echt weer een dood, dead, doodgaan, faal, kut episode met een kut game. Oh, is er daar iemand? Nee, is er daar iemand? Ja! Maar die ziet mij niet. Oh, wat? Oké. Okay. Oh, jong. Je ziet wel dat in Call of Duty Ghost het lang duurt voordat het mesje uit iemand zijn rug of buik of teen gaat. Dus het duurt lang voordat je een nieuwe kill kunt maken. Waardoor als je iemand knijft, de kans groot is dat je wordt gekild omdat er veel tijd tussen zit. En je niet veel tijd hebt om je om te draaien. En weer al zoals hier iemand te killen. Maar heb, ik weet niet of jullie kennen. Wat? Die mist toch met zijn... Oh, daar komt... Oh ja, godverdomme, laat maar. Weg met de spanning. Weg met de fucking... Oh, jongen toch, man. Hier. Dit is voor Narnia en ik ga dood. Shit, man. Dit slaat echt nergens op. Ik ga meer dood dan dat ik kills maak. Ik krijg gewoon fucking negatief, wat best wel logisch is. Voor een knife-only game. Hij gaat veel te snel dood. Maar waar was ik bezig? Ik weet niet of jullie kennen. Only Use Me Blade. Maar hij heeft verteld dat je... Ja, om sneller... terug te kunnen lopen naar het knijven, naar het raaknijven. Je moet bukken tijdens je knife. Dus dat probeer ik soms, maar daardoor mis ik soms mijn enemy. En ik weet niet of dat heel goed is, want gelijk hier mis ik mijn Troy knife. Godverdomme, man. Ik faal. Ik moet echt oefenen. Maar ik heb lang geen Ghost gespeeld. Ik heb gewoon te weinig tijd door die kutschool. En weet ik veel waar ik nog allemaal bezig ben. Fappen. Dat heb ik helemaal niet gezegd, ik vap nooit. Maar, wat was ik over bezig? Dat ik meer Knife Commander ga proberen up te loaden, zoals dit. Maar ik weet niet of jullie wel interesseert om bijvoorbeeld episodes zoals deze te zien. Zal ik 6 kills halen, 14 deaths. Ik weet niet of jullie dat willen zien. Laat me achter. Of moet ik alleen de stukken van de betere games uploaden? Laat me weten! Die heeft me niet gezien, die heeft me niet gezien! Oh. What the fuck, dat was even een kinslag.
En is de match al bijna gedaan? What the fucking fuck scheelt er met deze game? Ik wil langer spelen, mag dat niet? Jongen toch, het is laat in de avond, ik ga zo dadelijk slapen. Ik zit hier in mijn onderbroek, for real. Godverdomme, ik zit cola te drinken en waar de fuck ben ik bezig met mijn leven? Vraag mij soms echt af, mensen. Shit. En ik heb al nog eens gelogen tegen jullie, want ik ben helemaal geen cola aan het drinken. Dit is Pepsi Max. Wie de fuck koopt er Pepsi Max? Ja, die vrouw die denkt dat ze mijn moeder is. En nu, als we momenteel in de pre-game lobby zitten, zou ik het erg aangenaam vinden moesten die kutkoppen uit mijn fucking lobby voor Chasm voten. Want op Whiteout kun je niet eens snijven, op Ghost kun je niet knife only gaan, op Whiteout zeker niet, is een veel te fucking open map. Ik bedoel, wie gaat er met een muis rondlopen in de sneeuw? Ja, weet ik, oh, godverdomme jong. Racisten, het is omdat ik een Pool ben. Jongen, weer die kutlop, man. Ik was niet snel genoeg om de lobby te lieven, jong. Ah, ghost noemen ze dan. Ja, geesten, man. Geesten hebben dit spel fucking gemaakt. Ik weet niet, zou ik gewoon... Wauw, ik weet niet wat ik met mijn leven moet doen. Zou ik deze match spelen of niet? Ik ga sowieso rot slecht gaan, maar... Ik geef het gewoon een kans, echt waar. Ik ben mijn leven zo beu dat ik gewoon... hopeloze dingen doen, zoals nu. Wauw. Ik snap eigenlijk niet waarom die helikopter hier staat. Je kunt er niet eens fucking mee doen. Die maakt alleen lawaai en dat verspilt elektriciteit of benzine, want dat ding draait. Opwarming van de aarde, zeggen ze dan. Milieuvriendelijk. Ze moeten hier een knife-only friendly game maken. Dat het gebruiksvriendelijk is voor mensen die een beetje manly willen gaan doen, hun ballen willen laten zien. Of ja, ik bedoel, willen laten zien dat ze ballen hebben. Ik wil niet echt mijn ballen laten zien. Maar shit. Oh man. Godverdomme. Dit is echt tussen... Oh. Staat er een kutkop voor je neus en schiet je mij eerst dood? Of wat? Kijk dit. Oh jong. Oh man. Ik schaam me kapot nu, echt waar. Come on, yo. Ga je fucking oma eten. Ga je fucking oma eten, echt waar. Boeit me niet of dat cannibalisme is of niet. Ga je fucking oma eten. Fucking domme, ik wist de knopjes even niet meer. Mag het? Het zielige is dat ik echt mijn best doe. Dat is het deprimerendste van al. 5 op 21 en ik sta eerste van mijn team. Wel, dit moet gewoon, dit moeten we gewoon aan de koning laten zien. Flip. Kijk hiernaar en schaam u, echt waar. Flip. Als ik u was, doe iets aan Call of Duty ofzo. Maak een belastingsbrief ofzo voor een vriend, waar maakt niet uit. Zeg dat knife only gebruiksvriendelijk moet worden gemaakt. Niet fucking debiele knives zoals in Call of Duty Ghosts, dank u. Bedankt voor je aandacht. Go fuck yourself.